Motor aan. Ja, luchtruim vrij. Steeds vaker zet de politie drones in als middel in Amsterdam. Op verschillende vlakken, dus bij demonstraties, bij evenementen. Maar nieuw is het gebruik bij opsporingen en plaatsen delict van bijvoorbeeld dodelijke incidenten. We moeten wel nu gaan vliegen, want de wind gaat toenemen. In 2019 startte de politie met het gebruik van drones. Dat werd meer tijdens de coronademonstraties. En inmiddels wordt er zo'n 2 à 3 keer per week één ingezet. Bijvoorbeeld in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries. We proberen bijvoorbeeld een vluchtroute zo visueel mogelijk te maken door er overheen te vliegen. En eigenlijk de route die een verdachte heeft afgelegd om die visueel te maken. Zodat je dat later met een lijntje kunt uitzetten hoe de verdachte gereden is. Zodat een rechtbank of een officier van justitie ook begrijpt van welke route de verdachte heeft afgelegd. Bel is gecheckt, yep. Gimbal is gecheckt, airframe is gecheckt. De techniek gaat mega snel. Alle sensoren worden steeds beter. Als je ziet waar we nu mee vliegen ten opzichte van 5 jaar geleden, wat we kunnen maken. Het is gewoon fantastisch. De volgende stap is dat je daadwerkelijk voor de handhaving gaat. Dus op het moment dat zich een overval voordoet, dat er al een drone heen gaat om te gaan zoeken naar verdachten. En daar wordt al hard mee getraind. Wat we kunnen doen is op het scherm iemand pinpointen. En dan volgt de drone eigenlijk de verdachte zelf. Voor herkenning van personen, kun je goed inzoomen. Vliegen met een drone is boven de stad verboden. Maar de politie is hier op een uitzondering. Naast het samenwerken met Schiphol is privacy een groot punt van aandacht. Je kan je misschien als burger enigszins in de gaten houden voelen. We werken wel met bebording op de grond, dus dat we duidelijk kenbaar maken dat de politie aan het vliegen is. Cameratoezicht. Ja, we willen ook niet altijd natuurlijk gezien worden per se, maar dat ligt een beetje aan de zaken. Voorheen kon alleen een helikopter voor dit soort zaken worden ingezet. Je bent flexibeler, het is goedkoper en je vliegt ook lager. Kijk, de helikopter die komt in principe niet onder een bepaalde hoogte. En dat is nou net de hoogtes die wij wel vliegen. 120 meter, maximaal hoogte. Kijk, deze drone gaat ongeveer 70 km per uur. Maar als er echt een achtervolging gaande is, ja, dan heb je gewoon echt een helikopter nodig. Dus het is zeker geen vervanging, maar het is gewoon een aanvulling voor de opsporing en voor de handhaving.